Het Directoraat Nationale Veiligheid en het VN-bureau voor de bestrijding van drugs en criminaliteit gaan een samenwerking aan om de drugscriminaliteit in Suriname te bestrijden. Op grond hiervan is er op vrijdag 29 maart een persconferentie belegd door het directoraat en het VN-bureau. We weten wel dat wij de afgelopen maanden veel hebben gesproken in Suriname over de criminaliteit, met name de drugscriminaliteit. Suriname is ter sprake gekomen, niet alleen binnen Suriname, maar ook internationaal, waarbij er vaak gesproken is geworden over drugsvangsten. Wat veel mensen niet weten of wisten, is dat er in Suriname ook wordt gewerkt om dit in te dammen. Dan wel met name de drugscriminaliteit. En deze informatie willen we vandaag delen met de samenleving. We willen Suriname weghalen uit dat beeld dat wordt geschapen over ons. Dat wij een land zijn welke de grenzen openstelt. Bijna vrijelijk overstelt om drugscriminelen de gelegenheid te geven om ons land te gebruiken als doorvoer. Niets is minder waar. Waarom ik dat zo zeg? Omdat wij, de veiligheidsinstituten in Suriname, wel dusdanig bezig zijn om ervoor zorg te dragen dat dit niet gebeurt op een manier dat wij er niets mee te maken hebben. Het klinkt misschien een beetje cryptisch, maar we zijn er wel mee bezig om dat in te dammen. En we werken ook met andere organisaties zoals de UNODC om daarvoor zorg te dragen dat Suriname niet verder wordt gecriminaliseerd als een land welke het toestaat. Dat ons land wordt gebruikt als een doorvoerland. Het heel erg interessant vandaag was dat in een gesprek met meneer Bob ten Berge, dat wij hebben gezien dat het nou eenmaal zo is. Je ligt geografisch goed, logistiek ligt het goed en als een handelaar gebruik je de middelen die je nodig hebt om je waar te vervoeren. En dan is het nou juist per toeval zo dat Suriname zodanig ligt dat het geografisch goed ligt om hun waar, hun spul te kunnen versturen via Suriname naar elders. Maar wij zijn er nu voor, ook als DNV, behalve het indammen, om ook na te gaan hoe wij onze geografische ligging goed kunnen gebruiken, dus ten voordele van Suriname kunnen gebruiken. Maar daarvoor gaat u dus later meer van horen. Op dit moment wil ik meneer ten Berge de gelegenheid geven om van zijn zijde te vertellen hoe de relatie tot stand is gekomen en hoe dat allemaal gaat tot de dag van vandaag. Ik ben de regionale coördinator voor het UNODC WCO Container Control Program. U moet weten, op jaarlijkse basis zijn er ongeveer 750 miljoen containerbewegingen. Hetgeen heel veel is. Maar minder dan 2% van deze bewegingen, containers, worden eigenlijk fysisch geïnspectioneerd, gecontroleerd. Hetgeen een zeer laag cijfer is, uiteraard. Vandaar dat wij in 2004 het programma hebben opgestart met als bedoeling het oprichten van multidisciplinaire units in maritieme havens met als objectief containers te profileren, te identificeren en het inspectioneren, het fysisch controleren van mogelijke risicocontainers. Er zijn twee belangrijke elementen in dit programma. Enerzijds uiteraard hebben we de veiligheid. We willen de contaminatie van containers tegengaan. Maar anderzijds is er ook het faciliteren van handel. We willen vermijden dat er douaneambtenaren zijn, politieambtenaren zijn, andere mensen die bevoegdheden hebben om containers open te doen, om eigenlijk containers te openen zonder dat daar enige reden toe is. Want zo gaan we uiteraard de handelsketting vertragen en uiteindelijk gaan nog de scheepvaartmaatschappij en nog de private sector hier eigenlijk heel happy mee zijn. Dus vandaar willen we tot een systeem komen van eigenlijk minder controles uit te voeren, maar meer resultaten te bekomen. Dit is eigenlijk, laten we zeggen, de kern van het programma. Het is een globaal programma. Een globaal programma wat wil zeggen dat wij aanwezig zijn in meer dan 60 landen wereldwijd.
Wij werken dus ook in andere regio's. In andere regio's zijn regionale coördinators aanwezig, zoals mezelf voor Latijns-Amerika en de Caraïben. Ikzelf, ik ben gestationeerd in Panama City en dus verantwoordelijk Latijns-Amerika en de Caraïben. En momenteel zijn wij aanwezig in 16 landen in de regio. Onze belangrijkste donors voor Latijns-Amerika en Caraïben zijn Canada en de Verenigde Staten van Amerika. Maar anderzijds zijn we ook heel verheugd dat we ook de Europese Unie nu aan boord hebben, die ons eigenlijk financieel gaan steunen bij de uitvoering van het programma. Hoe zijn we uiteindelijk tot stand gekomen met het programma in Suriname? U moet weten, eerst en vooral weten wij graag of er een interesse is van een land om ons programma toe te passen. En daarom vragen wij ook steeds een letter of interest, zoals we dat zo mooi zeggen, waarbij eigenlijk dus de regering of de nationale autoriteiten laten weten van kijk, voilà, wij zijn geïnteresseerd in het programma. Dan is het aan mij om te gaan spreken eigenlijk met donors, dus de donors die ik u zojuist kwam te noemen. En eens ik die eigenlijk heb, die donors, gaan we samen met Suriname eigenlijk een document opstellen, een memorandum of understanding, een akkoord waarin dat wij, laten we zeggen, bepaalde lijnen van samenwerking gaan vastleggen. Een document dat inderdaad werd getekend in het jaar 2012 samen met Suriname. Nu, eenmaal een unit wordt opgestart in een land, dat is eigenlijk het moment waar de Werelddouaneorganisatie ook in de dans springt. We hebben namelijk een vast team van trainers die een gestandaardiseerd trainingspakket hebben uitgewerkt. En dat is eigenlijk een trainingspakket dat wereldwijd wordt toegepast op units, waarbij dat we eigenlijk verschillende stadia hebben. We gaan dus eerst de units trainen theoretisch. Nadien ook praktisch, dus onze trainers die in Suriname komen, in de haven komen, die samen met de mensen gaan werken in de haven. En ons programma is een programma, zoals wij steeds zeggen, het is niet een quick fix. Snel geregeld dat we even komen, we trainen mensen, we gaan een beetje equipment kopen om de mensen bij te staan in hun dagelijkse taken. Maar wij komen elke 2-3 maanden komen onze trainers terug om samen te werken met de unit, om te zien waar is er ruimte voor verbetering, om technische aspecten te bespreken en te bediscussiëren. Anderzijds hebben wij ook nog één element binnen onze training en dat noemen wij de studiebezoeken. De studiebezoeken wat wil zeggen dat wij met mensen van de unit andere havens gaan bezoeken, andere landen gaan bezoeken, omdat de mensen dan ook gaan begrijpen hoe werkt een haven van bestemming, hoe werkt een haven van transit. En eveneens voor het oprichten van rechtstreekse contacten met hun collega's, want anderzijds, je werkt op wekelijkse basis samen met die mensen. En dan is het ook leuk om de gezichten te kennen achter de e-mails die je verstuurt naar die mensen. Als we heel snel eventjes de resultaten bekijken. Verleden jaar, en toen hadden we Colombia nog, Bolivia reeds aan boord van het programma. Maar hebben we meer dan 51 ton cocaïne in beslag genomen met de units in Latijns-Amerika en de Caraïben. Dus meer dan 51.000 kilogram cocaïne. Hetgeen toch wel een zeer indrukwekkend cijfer is. Nu anderzijds, wij spreken over drugs, maar we willen inderdaad dus de volledige internationaal georganiseerde criminaliteit aanpakken. Vandaar ook dat het programma binnen Latijns-Amerika in beslagname zat van wapens en munitie, namaakgoederen, sigaretten, valse medicijnen. Een ander onderwerp dat zeer belangrijk is bij ons in het programma is ook het bestrijden van CITES, de Convention van Washington, beschermde fauna en flora. De verboden export van bepaalde tropische houtsoorten, hetgeen uiteraard ook zeer belangrijk is in Suriname, omdat er toch wel een zeer voorname export is van houtsoorten. Dus het beschermen van de fauna en de flora in Suriname is zeker een element dat ook een rol speelt, laat ons zeggen, bij de functie van ons programma.